al jaren woonachtig in Dronten, lang gevoetbald. En al een jaar of twee, tweeënhalf in het bestuur. En toen kwam de vraag of ik voorzitter wilde worden. Interim voorzitter. Dan heb ik daarvoor gekozen. En waarom heb je ja gezegd? Nou, een bestuur zonder voorzitter, dat is als een schip zonder kapitein. De taken liggen er. Dus ja, dan kun je me net zo goed iemand aanwijzen die taken dan ook moet invullen. Dat klinkt bijna zo als iemand moet het doen. Nou, dat is ook zo. Iemand moet het doen, dat is ook zo. En mensen komen zich niet spontaan aanmelden. Dan ga ik het doen. Je neemt het over van André Aasman, die heeft het 6 jaar gedaan. Wat heeft hij voor een erfenis achtergelaten? Nou, een goede erfenis. Hè. We staan er goed voor. Jeugdvoetbal mooi op niveau. Alle posities vervuld. Veel vrijwilligers, steeds meer vrijwilligers. Mooi sportpark, financieel gezond. Ja, hij heeft het goed achtergelaten, denk ik. Ja, je hebt inmiddels je nieuwjaarsrede gehouden. Een paar punten die mij opvielen. Jij zei, de binding met de vereniging is in Dronten anders dan op het oude land. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, het is een dorp, het bestaat niet zo lang als op het oude land. De binding is anders, mensen komen, mensen gaan. En het is niet zo dat de opa die hier in het eerste voetbalde en nu gaat kijken bij zijn kleinzoon die ook in het eerste voetbalt. Dat is anders dan op het oude land, waar je soms minder te doen hebt. Hè. In Dronten kan alles. Je kan gaan honkballen, je kan gaan fietsen, je kan gaan schaatsen, je kan hier van alles. En dat is in heel veel dorpen op het oude land anders, zodat binding automatisch anders is hier op het nieuwe land dan daar. En wat levert dat voor jullie voor een uitdaging op? Bijvoorbeeld om vrijwilligers te verwerven? Dat is een grote uitdaging bij deze vereniging, ja. Bij heel veel verenigingen hier in de gemeente is het zo dat het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker is. We geven daar veel aandacht aan. We staan er nu ook goed voor, maar het is wel zorg dat we de vrijwilligers wel behouden en niet overvragen met van alles en nog wat. Je sprak ook over het gebruik van een nieuwe app voor de trainers. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, we zijn. Dat is een van die dingen. Hè. We willen graag onze vrijwilligers ontzorgen. Heel veel vrijwilligers hebben gewoon te maken met voetbal, zijn trainers en leider. Geven die jongens training 1, 2, 3 keer in de week. En die willen we ontzorgen door met zo'n technisch hulpmiddel als een app trainingsvormen aan te bieden. Financieel, hoe staat jullie club er financieel voor? We zijn gezond. Het blijft aandacht verdienen, dat is altijd zo. Hè? We doen geen gekke dingen. Dus eigenlijk is het gewoon met z'n allen de juiste kant op varen. En dan moet dat wel goed komen. Willen jullie terug naar die hoofdklasse? Uiteraard willen we terug naar de hoofdklasse. Doel van voetbal is natuurlijk altijd, we willen winnen. Absoluut waar. Maar het is ook zo dat we dat graag met eigen jongens doen. Of je dan kan zeggen, de hoofdklasse is het absolute doel. Dat weet ik niet, maar als we maar gewoon strijden, mooi voetballen, dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. Waar moet ASVD staan als jij afscheid neemt? Ja, dat is een moeilijke vraag. Daar kun je zoveel antwoorden op geven, maar plezier, passie en financieel gezond. Ik denk waar we het voor doen, hè, de zaterdagmiddag, mooie pot voetbal, zowel bij de allerjongste als bij de alleroudste. Ja.